Ik wil mijn koeien niet meer wegdoen voor de slacht, voor melk of andere producten. En daarom zijn we eigenlijk begonnen met het koeknuffelen. De warmte van hun huid en de kalmte die ze uitstralen, die werkt rustgevend. Niet voor niks is koeknuffelen populair. Ook de bewoners van zorgcentrum Elim in Ochten kunnen daarover meepraten. Zij kregen bezoek van dieren die door een jonge onderneemster gered worden van de slacht. Nou, lekker aaien dan maar. Voor de bewoners van zorgcentrum Elim in Ochten was het een bijzondere verrassing toen Sharon van Sterkenburg ze kwam opzoeken met haar knuffelkoeien. Ik wil mijn koeien niet meer wegdoen voor de slacht, voor melk of andere producten. En daarom zijn we eigenlijk begonnen met het koeknuffelen. Veel van deze bejaarden hebben natuurlijk vroeger van jongs af aan altijd al koeien gehad. Daarom eigenlijk om de herinnering een beetje weer op te halen bij deze mensen, is het natuurlijk best wel bijzonder dat deze koeien hier naartoe kunnen komen. En eigenlijk een leuke dag voor deze ouderen te organiseren. En de koeien, die genieten van de aandacht.